Henk Vreese, gefeliciteerd. Ik denk dat je het wel eens moeilijker hebt gehad om de 3 punten zo mee te nemen, hè? Ja, nee, dat klopt. Aan het einde is het zonde, omdat gewoon dit een wedstrijd was geweest om vooral ons publiek te vermaken. En ik moet zeggen dat we eigenlijk maar 20 minuutjes behoorlijk gespeeld hebben. En daarna hebben we de wedstrijd een beetje plichtmatig uitgespeeld. En dat is altijd jammer. Dat komt denk ik ook. Je komt op een 2-0 voorsprong. Je weet ook, Helmondsport is bij lange na niet bij macht om het jullie lastig te maken. Ja, dat de spelers ook denken van, ja, we kunnen ons best doen. We kunnen ook gewoon lekker rustig aan doen. Ja, nogmaals begrijpelijk hoor. Want zelf ook zat van dat soort wedstrijden gespeeld. Dat je weet, je voelt in het veld dat je niet heel gauw geslacht zal worden. Aan de andere kant, dit zijn de wedstrijden. We weten waar we naartoe werken. En dan moet je eigenlijk je helemaal kapot spelen in deze wedstrijd. Ondanks dat je weet dat je maandag ook weer moet spelen. Nou, ook daarin kunnen een aantal andere mensen spelen. Dus ik blijf wel een beetje een dubbel gevoel houden. Ik vind dat we deze wedstrijd absoluut veel meer hadden moeten brengen. En ja, nogmaals, zelf een aantal van deze wedstrijden gespeeld. Het overkomt je, hè? Zeker als je in het veld staat. Maar storend is juist, en dat moeten ze ook nu beseffen, dat we zelfs in deze wedstrijd gewoon een tegengoal incasseren. En dat heeft wel daarmee te maken. Wat kan je eraan doen? Ook als je weet van inderdaad, ja, we gaan die wedstrijd plichtmatig uitspelen. Wat je zegt, het overkomt je. Maar wat kan je eraan doen om juist dan toch die knop om te zetten? Ja, weet je, ik denk dat je probeert ook daarin te wisselen. Je brengt Royston, nou, die staat vaak wel voor bepaalde energie. Je brengt Halil, idem dito. Dat zijn de wapens die je hebt. Op het einde wissel je dan Deroy omdat hij volgende week geschorst is. Dan moet je ook even kijken naar Gregor. Dus ja, nogmaals, de eerste 2 wissels waren juist om wat meer initiatief te nemen. Wat meer acties te krijgen, wat meer de drive naar voren toe. Maar nogmaals, niet goed te praten, maar ik kan me ook wel voorstellen. Zij weten maandag een wedstrijd weer. Ik ga niet zeggen dat ze op overhouden speelden, maar ja, het is wel begrijpelijk dat gebeurt. Ik denk ook, wat je refereert er ook al even aan, dat je dan toch een tegendoelpunt krijgt. Ja, dat zou je toch niet lekker zitten dan, als je misschien maar 1 of 2 kansen tegen krijgt. Ja, nee, maar kijk, we moeten eerlijk zijn naar elkaar. In deze wedstrijd hadden we veel meer moeten scoren. En in deze wedstrijd mag je eigenlijk geen goal incasseren. Dus je kan daar gewoon niet tevreden over zijn, over deze wedstrijd. Op een gegeven moment werd Ragnar Ache gewisseld. Die werd naar de kant gehaald en ik zag aan de zijkant eventjes dat je eventjes met hem stond te praten. Wat was daar? Was hij ontevreden dat hij werd gewisseld? Of? Oh nee. Ja, nou, ik ga ervan uit dat ze altijd ontevreden zijn over een wissel. Nee, dit had ermee te maken. Kijk, Ragnar is een behoorlijke tijd geblesseerd geweest. Hij is een aantal weken geleden heeft zich in het team gespeeld. De eerste wedstrijden heeft hij behoorlijk gescoord. Had hij behoorlijk rendement. Het is nog steeds een jonge jongen. En ik heb hem ook gezegd, luister, je weet waar je vandaan komt. Nogmaals, alle andere mensen op de tribunes en misschien soms zelfs intern, die zijn niet altijd helemaal op de hoogte van hoe een speler ervoor staat. En ja, ik moet wel rekenschap houden met dat soort zaken. Gelukkig hebben we 3 spitsen die behoorlijk goed uit de voeten kunnen. En dus het zal ook daarin een team resultaat worden, mochten wij de play-offs positief afsluiten. Je zegt ook, we hebben inderdaad over die andere spitsen. Een van die andere spitsen is Lars Veldwijk. Hij heeft het een tijdje erg moeilijk gehad om het net weer te vinden. Hoewel het in de eerste seizoen zelf natuurlijk erg goed ging. Vandaag 2 keer. Dat is zeker met die play-offs die er dadelijk aan gaan komen. Is dat lekker dat hij ook weer op stoom begint te komen? Nou ja, we weten dat Ragnar in de eerste fase dat deed. Het ligt gewoon heel erg dicht bij elkaar. Doelpunten geeft wel vertrouwen, met name aan aanvallend ingestelde spelers. Dus ja, dit is een goed teken voor hem. Als we ook kijken naar een andere speler die vandaag speelde, Tim Koremans. Die speelde omdat Roy Kortsmit, die had de afgelopen dagen last van pijntjes. Hoe is het daar nu mee? Nou ja, Roy, verschillende zaken, inderdaad wat last. Maar ook familie, zeg maar privézaken, die ook heeft te dealen. Dus wat dat betreft was dit ook een moment om sowieso weer Koremans te laten spelen. Maar er spelen ook wel een aantal andere dingen mee. Ja. Gaat dat aanstaande maandag? Is Roy Koremans dan, of Tim Koremans dan ook weer degene die gaat spelen? Ja, daar kan je wel van uitgaan dat Koremans ook weer maandag zal keepen. Ja. Dat zal ook een hele andere wedstrijd worden natuurlijk. Hè? Bij Jong PSV doen het ook goed in de competitie. Ja, nee, is gewoon een uitstekende ploeg. Zowel Jong Ajax, Jong PSV. Zeker Jong AZ moeten we niet onderschatten. Maar Jong Ajax en Jong PSV, dat zijn gewoon uitstekende spelers. En die kunnen het hele seizoen vrij uitspelen, hè, wat dat betreft. Dus in sommige wedstrijden geeft dat kansen. En sommige wedstrijden zou je het heel moeilijk hebben. Thuis hadden we het heel moeilijk.
Ja, we zullen zien maandag, want er zijn nog steeds uitdagingen die we hebben. En een uitresultaat halen, dat is ook daar nog steeds één van. Is het ook, want het is nu sowieso een periode waarin je je op de na-competitie moet gaan richten. Inderdaad, op die play-offs die er dadelijk aan gaan komen voor promotie naar de Eredivisie. Ja, hoe ben je daar nu al in die competitie nog mee bezig, in die laatste slotfase? Nou ja, je bent wel heel goed aan het kijken en het luisteren, met name naar de spelers. Hoe zij ervoor staan. Hoe je moet... Kijk, ik heb alle info. Hè. In die zin, we hebben een aantal jongens die behoorlijke blessures hebben gehad. Ook langere tijd niet hebben gespeeld vorig seizoen. Ja, die zaken moet je wel meenemen. En nogmaals, het gaat om die 4 wedstrijden dadelijk over een 2-3 weken. Dan moeten we er staan. Dus hier en daar... ja, laat je wel wat mensen spelen. Je hebt een bepaald elftal wel in je hoofd. Maar goed, ook mensen kunnen zeg maar een kans pakken, hè, op het moment dat zij de mogelijkheid krijgen om te spelen. En dat zal bij PSV ook het geval zijn.